Dus nee, dit is een open doekje waar je alleen maar van kan dromen natuurlijk. En we gaan daar in september nog veel meer van krijgen. Die cast die wij meebrengen, die is echt... ik ken ze bijna allemaal en ze zijn echt fenomenaal. We krijgen Aten Mos op een manier die jullie nog nooit gezien hebben. We krijgen Harry van Kemenade dus, door een echte Brabander gespeeld. Het wordt echt iets heel bijzonders. Joost Prinsen niet te vergeten, ja. Wie al niet? Je komt nog elke avond kijken, toch? Ja, ik kom altijd. Ja, of een keer stiekem meedoen. Niemand ziet het verschil. Nou, ik laat het aan hem over. Volgens mij heb ik iets meer verstand van voetballen. En hij meer van de musical. Ja, laten we ons bij schoenmakers bij de leest houden. Zo is het. Nou, ik kijk naar uit. Eén vraag heb ik nog. Die heb ik eigenlijk al jaren. En nu staan jullie naast elkaar. Bent u ook in de loop der jaren een beetje op de Harry van Rij van Erik van Muiswinkel kan gelijken? Nou, niet dat ik mij ervan bewust ben. Nee. Want hij heeft mij geïmiteerd, ik hem niet. Want dat zou ik niet kunnen. En ik heb iets ingevoerd wat Harry helemaal niet deed, maar wat ons goed te pas kwam. Het is telkens de 5 P's en de 4 V's. En de voorzitters, hè, de 6 V's. Ja. Van Praag, Van de Herik, Van Rij en de voorzitter van Vitesse. Ja. Klassiekers. En wat was het ook weer van oh, als de belasting er maar niet achter komt? Ja, ook. En natuurlijk, daar ben ik net vergeten in het stadion. Schande. Vanmiddag de 3 Z's, waar wij bij PSV beroemd om zijn. Zingen, zuipen, zie maar dat je thuis komt. Ja. Zie maar dat jullie thuis komen. Ja, oké. Gaan we doen.